Langzaam stroomt de ridderzaal vol. En daar is de auto van Sandra Roelofs, de vrouw van de president van Georgië. Maar we mogen haar van Georgische beveiligers niet filmen als ze nog in de auto zit. One moment, please. Goed, dan checken we eerst even de stropdas van deze meneer. Is het goed? Ah, ze is uit de auto. Sandra, Sparta. Welkom in het kasteel, hè? Honorair consul, wat moet je dan allemaal doen? Ik ben er eigenlijk als aanvulling van de ambassadeur. En ik ben natuurlijk, zo'n man komt uit Georgië en de gebruiken in Nederland zijn toch heel anders. En dan ben ik er natuurlijk om er wat Nederlandse feeling aan te geven en hem wegwijs te helpen. Wat zijn de gewoontes in Nederland en op welke manier kan je mensen benaderen en alles. Dus ik ben heel veel met de ambassadeur ben ik samen op pad. De Sparta-fan leerde Sandra Roelofs kennen via zijn stichting Breath. Die helpt pleegkinderen in het Oostblok. Ik heb kennis gemaakt met Sandra Roelofs en wij zijn ontzettende goede vrienden geworden van elkaar. En er is ontzettend veel respect aan beide kanten. En ja, zo van het een komt het ander. Maar ook andere kwaliteiten zorgden ervoor dat Nico consul kon worden. Iemand die goed kan overbrengen waar hij voor staat. Die goed op mensen in kan spelen, die goed in communicatie is. En hij kent natuurlijk ook dankzij de sportwereld het zakenleven goed. En daarom is hij de ideale man die in deze regio voor Georgië stimulerend kan werken. In Georgië was het afgelopen weekend onrustig. De politie vuurde rubberen kogels af op betogers die het vertrek van de president eisten. Maar gisteravond mochten hier geen vragen over gesteld worden. De presidentsvrouw wil vooral aan morgen denken. Dan is het daar, Onafhankelijkheidsdag. Dat is dit jaar bijzonder, omdat er 20 jaar onafhankelijkheid is bereikt. We hebben natuurlijk een oorlog gehad, helaas een paar jaar geleden. Maar we staan er en we gaan vooruit. Het is niet altijd even makkelijk vanwege de hervormingen. Niet iedereen is altijd even gauw tevreden. Maar we staan op het goede spoor en we gaan de goede kant op. En dat is heel wat al 20 jaar onafhankelijk. Maar eerst geniet ze nog van al het heerlijks dat Nederland te bieden heeft. In Nederland zijn is natuurlijk heel leuk vanwege de hagelslag en de pindakaas en de gevulde koeken. Maar ook vooral om ouders te zien. En dat is altijd een beetje een stapje terug naar mijn jeugd, naar de veiligheid en naar de, alles wat ik ken uit mijn jeugd. Dat is altijd een stukje nostalgie.